I am super excited to experience Zero G and City World from above. Command engine start. 2, 1. Nou, het is natuurlijk wel heel bijzonder dat iemand zo'n kans krijgt dan op zo'n jonge leeftijd al. Iedereen is natuurlijk een beetje jaloers, die had ook wel gewild. Aan de andere kant is het een relatief eenvoudige vlucht. Je gaat een stukje omhoog en dan weer een stukje naar beneden toe. De vlucht duurt een minuut of 11 en dat is het dan. Ja, wat je zult zien naarmate je hoger komt, zal het donkerder worden. Je gaat de zwartheid van de ruimte al een stuk meemaken. Je komt ook zo hoog dat je gewoon echt de kromming van de aarde kunt gaan zien. Misschien kun je ook wel zien hoe dun onze atmosfeer eigenlijk is. Dus die ervaring gaat hij wel krijgen. Het is niet zoals met een baan om de aarde, dat je dus gewoon echt continu gewichtsloos bent. Het is echt een stukje van die vlucht, het laatste stukje omhoog en het eerste stukje naar beneden. Dan ben je gewichtsloos. Statistisch is het veel gevaarlijker om met een raket omhoog te gaan dan met een vliegtuig omhoog te gaan. Daarom moeten mensen ook een verklaring ondertekenen dat ze Jeff Bezos niet verantwoordelijk daarvoor houden. Ze doen dat toch voor eigen rekening en risico. Dus het is wel een stuk gevaarlijker dan gewoon een stuk gaan vliegen. Er zijn natuurlijk nog maar heel weinig mensen die dat hebben mogen meemaken. Dus wat dat betreft bijna unieke ervaringen. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.